Mira, op nationaal en internationaal gebied
neem het milieu die al verder bereikt is, we kunnen voorzien in de infrastructuur zoals het gebeurt. Dus misschien wil je nog een vraag aan de studie van de toekomst. Oui, merci. Et encore une fois, je suis très heureux d'être ici. Le dommage, je tiens à m'excuser que je ne parle pas le flamand. Excusez-moi, mais ça vient après la vie. En ce qui concerne le sportif, tout d'abord, je tiens à vous dire que nous avons fait un contrat cet après-midi avec Wim Becker comme entraîneur adjoint pour 3 ans. Comme ça, il restera parmi nous, il connaît bien la maison, il a fait monter le club. Et je crois que c'est très important pour une continuité et une image qui est le club qui est là en train. En ce qui concerne les sportifs techniques, on n'est pas encore en train d'essayer de définir avec un entraîneur ou deux. Et à mon avis, dans les 2-3 jours qui viennent, on pourra peut-être vous présenter le nouvel entraîneur. Le théâtre. C'est un projet que j'ai toujours dit que si les conditions étaient remplies, je reviendrais dans le football belge. Et quand M. Gaisens a pris contact avec moi il y a plus ou moins 3 semaines, 1 mois, s'il m'a tout de suite plu de ses intentions, de son projet, ce n'est pas un projet d'une année ou deux, c'est un projet en moyenne et long. C'est ce projet-là qui m'a séduit, indépendamment de la famille qui m'a séduit aussi, et c'est surtout le projet pour le club. Donc je crois qu'il y a moyen de faire de l'Antwerp un club de premier plan, mais il faut bien vous dire une chose, il faut être aussi patient. Parce que le football, on n'achète pas un groupe, on le construit. On n'achète pas une équipe, on la construit. Et je crois que c'est comme un club, il faut le construire. Et pour ça, des fois, il faut un peu de chance pour que ça évolue, mais des fois, il y a toujours des petits problèmes qu'il faut résoudre. Donc, vous savez que moi, je ne suis pas un garçon qui parle beaucoup et je n'aime pas beaucoup les conférences de presse. Donc, je m'en tiens là pour le moment. Et encore une fois, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. Ja, goedemiddag. Zoals door de familie Gaisens en ook door meneer De Mokker juist gezegd is, zijn we hier voor een lange termijn project. Dat ook in het begin toen we aankwamen steeds gezegd. En als we Antwerpen kunnen uitbouwen naar de club die we willen en die we gezegd hebben, dan is het er zowel op het veld, en dat zal door meneer De Mokker geleid worden, maar ook naast het veld. Het is heel belangrijk dat we een grote club worden, dat we professioneel werken. Ik denk met de nieuwe tribune die er gebouwd wordt, dat er heel wat commerciële uitdagingen op ons afkomen. We zijn een club in volle groei, op het veld, maar ook nog naast het veld. En dat zal de taak zijn die ik zal verder behartigen, samen met de uitbouw van de Diamonds, onze jeugdacademie. We hebben er ook al veel over verteld in het verleden. Ik heb het geluk gehad om de voorbije weken, dagen, maanden heel veel met de familie te mogen praten en daar hun ambitie en hun wil om van het jeugdbeleid iets structureels, iets dat gaat blijven en dan dat op poten te zetten. En ik ben heel blij dat ik dat samen met de familie en met de Donofio kan uitvoeren. We gaan een vijftal vergaderingen doen voor van die lessen. Eén vraag? Ja. Bent u bij de emotie opgekomen? Ik ben toch iemand die dus... in eerste plaats, wij willen het proces van mij. We hebben dat al aangekoond, dat we dat stap per stap doen en dat is geduldig. We zijn dus ermee geslaagd dat dit club het laatste jaar geen verlies gemaakt heeft. En geen
Dus er is daar een goede structuur, er is onder controle, er zijn goede mensen. Maar wat hebben we nodig hier? Dat is iemand, kijk, als wij op de kilaan dat we nu waren, stel je gaat een beetje de tribune gaan renoveren, je gaat hier een beetje betere infrastructuur maken, dan ben je nog een hebben. Dan heb je geen mogelijkheid tegenover dat enorm potentieel. Dan hebben we gezegd, oké, hoe lang gaan wij daarover doen? Op die manier om een club op te bouwen. Dat zal een hele tijd duren. Kunt geluk hebben. Dat gaat niet vlot gaan. Maar als je de internationale ervaring van deze en heeft ook een netwerk op dat niveau, dan gaan we wel veel stappen in eenmaal kunnen nemen. Dat was eigenlijk de bedoeling, want kijk, dat staat in het veel probleem. Op termijn, zo'n club moet veel meer plaats hebben. Het stadium van 50.000 voor zo'n club is gemakkelijk mogelijk, maar moet in deze plaats goed spelen. Als je niet goed speelt, wat ga je doen? Je kunt dat moeilijk. We zijn maar aan naar een groot stadium, maar wat moet betaald worden? Lucratief, niet van lucratief, maar moet dan minimum de zaal kunnen gaan. Hoe kun je dat wanneer je in een goede positie staat? En natuurlijk gaat dat niet op één dag, maar een enorme stap ontvangen en je blijft er verliezen. We gaan er ook een stuk in investeren. Maar je moet er toch kunnen slaan met een bepaald professionalisme daarin te brengen. Dat, anders slaag je daar nooit in. Sovjaten duren naar mij nog niet. En ik denk met zijn know-how, zijn inbreng, dat we daar 1, 2, 3 jaar dat we moeten zijn. Daarover hebben we het gedaan. Je had vroeger al een keer in de krant natuurlijk aangegeven dat er nog één club was. Maar dat die ooit een keer wel iets zijn doen. Dat had geleden 6 maanden terug, denk ik. En goed, we hebben dat nog even gedaan. Ik vind de Dekker geen optie als T1. Oké, zeer prima. Sander. En wanneer je, kijk, we gaan ook voor hetzelfde niveau van trainen. Wanneer dat je nu kunt de ervaring van zo'n mensen die op heel wat meer ervaring hebben, als je daarmee als tweeter trainer kunt meegaan, dan is dat nu om je te bewijzen. Je hebt de mooiste kans die er is. Maar hij heeft zich al bewezen hier op andere. Ja, zeker waar. Maar hij heeft zich bewezen op in tweede klasse dat een beperkt aantal goede spelers. Hè. Datgene dat hij voor hand had. Maar ik denk als we waar dat we wel naartoe gaan, dat hij er. Ik kan niet zeggen dat hij niet in kan, maar we kunnen dat risico niet nemen. Stel dat hij nu, hij heeft zo'n mooi parcours gereden. Stel nu dat de eerste volgende wedstrijd. Dat het ging een desaster zijn met hem. En hij is afgemaakt voor de rest van zijn carrière. Dat kan niet. En nu gaat hij. Hij heeft de stap van. Hij heeft de stap van. En ik kan dus weten, ja. Kan hij hier blijven, kan hij ook nog en kan hij ergens anders gaan. Ja, ze zijn nog aan het doen. Als tribune 1 niet klaar is tegen het begin van de competitie, hoe gaat hij dat opvangen? Daar zijn we mee bezig. Maar goed, we hebben veel mogelijkheden. Dezelfde capaciteit als de politie, de tribune, bestaat niet. Hè? Maar we gaan toch wel, kijk, maar de baan is goed. Ik denk het toch op enkele weken dat we kunnen worden. U zegt net over 2 jaar moeten staan. Waar moeten staan? Wat zou het moeten zijn? Kijk, dat potentieel kan supporter zijn. Dus wanneer dat je een pakket supporter hebt, en ieder jaar, ja. Iedereen wil wel komen staan, maar waar wij staan, maar we gaan zeker proberen te zorgen dat je hier niet iedere match moet vertellen van, ja, waar gaan we naartoe? Okay. Maar als je kunt, kijk, we hopen dat we dit jaar hier met hem op zijn. Dat we mooi voetbal zijn. Daar in Vlaanderen dus zijn we heel goed. Ik denk dat die vandaag op zich is het veel te moeilijk om dat mensen te betrekken. Ik denk niet dat er zoveel mensen zijn die dat voor wat zouden zijn. Laatste vraag. Dan moet je verder gaan. Internationale ervaring en ook
een netwerk hebben internationaal. Zodanig dat het lukt een bepaalde footprint te houden. Dat goed, op deze basis mag de twee dan houden. Dus we gaan kijken dat we een bepaald niveau mensen kunnen aantrekken. En onze ambities zijn niet weg, we gaan het proberen. Maar zoals dat we nog weer zeggen, nu natuurlijk een veel ophouden. We hebben dat niet op één dag, we kunnen niet daarop spelen bij elkaar plaatsen. Dat is onmogelijk. Il y a des points de comparaison, oui. Maintenant, c'est un autre texte, mais il y a des points de comparaison. Ça veut dire qu'il faut reconstruire. Il y a quand même beaucoup d'années qui ne jouent pas en Ligue 1, donc il faut quand même avoir un petit peu de patience et essayer de reconstruire pour que ça reste à long terme un peu compliqué. Pourquoi il y a six mois vous avez dit que vous avez envie de vous organiser avec le concept? Je ne sais pas si j'ai dit que je voulais m'engager avec l'auteur, j'ai dit qu'en Belgique, je crois avoir dit qu'en Belgique, l'auteur mériterait d'avoir un bon projet. Ça, je dis envers. Donc, je crois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit nécessairement pour le club. Donc, si je peux avoir dit ça dans un, je ne sais pas quelle interview de vos collègues, mais là, parce qu'effectivement, il y a un potentiel à un club qui est non négligeable. Et en l'occurrence, le club de l'Antwerp, avec ses supporters, il y a un potentiel énorme. Tu sais qu'avec vous, les attentes sont très grandes. Par niveau de joueurs, par niveau d'entraîneurs, tu peux dire quelque chose? Les attentes sont grandes. Je suis content que les attentes sont grandes, moi aussi. Pour moi, les attentes sont grandes aussi. Sinon, je ne me serais pas lancé dans un projet comme ça. Maintenant, pour une fois,
Je dis, il ne faut pas non plus, je ne suis pas magicien non plus, hein. Mais on fera tout pour essayer d'être compétitif. Maintenant, on est assez court parce qu'on commence la saison déjà. Et dans un mois et demi, c'est le championnat. Mais on va essayer de faire le maximum. Mais ne me demandez pas des noms, ni de joueurs, ni d'entraîneurs. Ça ne sert à rien. Mais qui a-t-il d'entraîneur? Ah bon. Mais on va essayer que ce soit un bon international. Ah, vous allez voir, il ne faut pas attendre longtemps, il faut dans 2-3 jours. Tu m'as dit que vous allez faire des coups étrangers. Ça, je ne promets pas, mais je vais essayer. Croyez-moi bien, je vais essayer, mais je ne promets pas, je vais voir ce que je peux faire. Mais l'important. Et encore une fois, je tiens à m'excuser parce que j'aimerais bien savoir parler le néerlandais, mais c'est, mon but ici, ce n'est pas ça. Mon but ici, c'est d'essayer de construire quelque chose avec le club et essayer allez, qu'il soit performant et qu'il reste. Je vais essayer de donner un élan. Je vais essayer. Voilà. Je crois que si je suis ici, c'est pour ça. Après, vous savez, que ce soit en anglais ou en allemand, qui vient, c'est la même chose. Tu peux dire quel est l'objectif dans la première saison? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas trop se fixer l'objectif. Essayons de construire quelque chose de bien, quelque chose qui est durable. Et avec ça, on pourra peut-être arriver à être performant. Et je crois que la famille Gaisens, elle a envie aussi. Elle a envie de créer quelque chose pour ce club. Et elle a envie de se maintenir pour que le club soit performant. Donc eux, moi et aussi Patrick, donc, j'espère que tout ça va se mettre bien en place. Non, disons que c'est pas la même chose. Disons que quand j'ai pris le standard avec Robert Ludwig, effectivement, il n'y avait pas seulement de l'argent, mais aussi des terrains pour s'entraîner. Il y avait des choses qui étaient vraiment terriblement à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne faut pas oublier non plus que Robert Ludwig, c'était une des plus, quand même, européenne. Assez. C'est pas pour ça qu'on a gaspiller de l'argent. Hein? On a construit justement, on a construit un club, on a construit une équipe. Donc, M. Gaisens, il est là. Ben, on sait qu'il est dans des personnes qui sont aisées. Ce n'est pas pour ça qu'on va faire n'importe quoi. Donc, encore une fois, je dis, ce n'est pas la même chose, mais il y a des similitudes. Mais on ne fera pas n'importe quoi. Voilà. Comme au standard, on n'a pas fait n'importe quoi. Ça a été difficile 2 années pour remettre tout et pour reconstruire un organigramme, reconstruire l'envie sportive. Et c'est ce qu'on a fait. On a très bien réussi, mais vous savez, il faut aussi beaucoup de circonstances pour réussir. Ik denk dat dat ook al zelfs in tweede klasse al een beetje de bedoeling was om daar net de directeur naast mij te zetten. Ik denk dat dat nodig is als je iets degelijks wilt opbouwen. Ik denk in de meeste professionele clubs dat dat wel op die manier
gebeurt. En als je daar iemand op kunt bijhalen met een internationaal netwerk, iets over, ik denk dat dat zeer goed is voor de uitbouw van de club. En we zaten onmiddellijk op dezelfde hoogte. Die Diamonds, die hebben nu deze zomer aspect en met de eerste spelers die al toekomen, zijn die er al? We hebben vorig jaar heel wat spelers gedetecteerd. We moeten die nu naar ons toe halen. We moeten ook meer projecten met die spelers en die ouders stappen. Ik denk dat we dat project nu hebben. En als de familie Gijsens zich achter het project zet, dan wil dat ook naar de top brengen. Dus ik denk dat we dat ooit altijd gezegd hebben over die Diamonds, dat dat nu zal wel gerealiseerd worden. Ik weet niet wat je zelf kunt, nu met de A-groep, maar met de jeugd. Ja, niet met de A-groep, dat is eigenlijk dat we moeten allemaal in dezelfde richting werken. Want het is, het is niet onderzoek of wat. Dat jeugdproject is altijd mijn kindje geweest. Het is ook dat we vorig jaar de Diamonds voorgesteld hebben. En als je dan hoort dat de familie binnen een x aantal jaar echt wil, dat een groot deel van de jeugd doorstroomt met de A-kern en ook met de basiself. Ja, plus, naast al de andere zaken, als we die club niet terug willen opbouwen, het team dat we nu zijn, we hebben een fantastisch team, en dat team moet nog serieus uitgebreid worden. De structuur moet er ook nog verbeterd worden. Dus we zijn ook op vlak naast het sportteam, zijn we nog heel wat uitdagingen. Zal misschien in de toekomst minder het gezicht zijn van Antwerpen? Dat ben je misschien niet eens zo gauw om te doen. Ja, nee, ik ben niet alleen, ik denk dat deze lot je ook een soort is om in de. Die wilde is om in de pers te komen, ik zelf ook niet. Dus we gaan in alle rust veel overleggen, veel praten en dan de juiste beslissing nemen, ook van de basis zelf en ook voor de Diamonds. En wie is nu de voorzitter van? Op papier is dat altijd dan Michel. Waar is de voorzitter? De persconferentie, jij kunt het niet. Ik ben aanwezig als de familie Gijsens was in de handen. Ik ben afsluiten. Ja. Merci.